Zo, vandaag is het dinsdag 12 juli. En Stephanie Bossé is er ook inmiddels, die zie je hier in beeld. Dit is ons buitenatelier. Wat een gekke plek natuurlijk. En we zijn een beetje aan het experimenteren met geluksknopen. En of we dat ook straks met natuurlijke materialen kunnen doen, zoals je hier ziet. Wat daar allemaal mee kan. Misschien kunnen we nog wel andere geluksknoopjes zelf verzinnen. Ik ben ondertussen een beetje aan het schrijven. De tijd gaat hartstikke snel. Dus er gebeurt gewoon heel veel. Nee, je moet het ook nog een beetje vastleggen natuurlijk. In het huisje dat wacht. Ik kan wat kan laten zien. Dit is op zich wel een tof tekening. Gemaakt tijdens een enorme onweersbui. Hier op het Dwingelder veld. En het huisje wat daar middenin staat, dat is heftig om mee te maken. Heftig mooi en heftig intens ook. Dus dat is een schets. Dat is eigenlijk gemaakt van dat bosje daar. Wat ik al eerder zei, wat ik net een leeuw vind. Die op het huisje past. Nou, we gaan nog eventjes verder. Tekenen, schrijven van alles. Er gebeurt genoeg in ieder geval. In het Dwingelder veld.